106.7 en 107.0. En online via rtvparkstad.nl. Jouw hits. Jouw nieuws. RTV Parkstad. RTV Parkstad. Zo, we blijven nog even in de carnavalsfeer, want we hebben iemand die de Jodensteer ontvangt van door Ere Rood van Kerkrade West en wel Lieske Kone. En Lieske Kone is een behoorlijk verdienstelijk persoon binnen de gemeenschap, want die definitie is op haar zeker van toepassing. Lieske Kone die heeft vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan. Carnaval vieren zonder haar is ondenkbaar. En zich inzetten voor zieken en eenzamen vindt ze gewoon vanzelfsprekend. De 38e keer gebeurde dit jaar dat zaterdag 1 december... vanaf 11 minuten over 8 in het Staterhoes in Kerkrade West de Jodensteer uitgereikt worden. Precies in het jaar dat Lieske voor de 77e keer haar verjaardag viert. Oh, 7 keer 11, dat is ook leuk. Valt haar de grote eer te beurt om gedecoreerd te worden met de Jodensteer. En ze is geen onbekende. Lieske was 25 jaar actief geweest binnen de Hartstichting als penningmeester Limburg en voorzitter Kerkrade coördinator collectante. Hiervoor heeft ze reeds het Gouden Hart ontvangen. Het Gouden Hart. Ik wist niet eens dat die onderscheiding bestond. Een kwart eeuw was ze actief voor het kindervakantiewerk op het veld als scheidsrechter. 45 jaar lid van RKTSV, parochiemedewerker en secretaris van de ouderensociëteit Elberenveld. En ondertussen is ze actief bij het gemeenkerkelijk zangkoor en zit in het kerkbestuur van de Sint-Josef parochie. En vanuit het ziekenapostolaat Kalheide bezoekt zij de zieken en eenzamen in de wijk. Nou, de lijst gaat nog even door. Want Lieske is namelijk niet alleen actief op het sociale vlak, maar zeker ook tijdens en na de carnaval. Dat kan ook niet anders met een man als senator bij de VVKW. Dat is toch vast de lovend voor een keer gewest. En zoon Roger als ex-prins van de VVKW. En kleinzoon Shane als burgerlust. En dat is een Engels, hè. Ex-jeugdprins. En 29 jaar mede-organisator van de Damesietsoen was ze ook nog in Kerkrade West. En secretaris van de Ouwiever van de VVKW. Nou, dat betekent dat carnaval een constante factor is in haar leven en haar gezin. Nou, Lieske Kone, namens het hele team van RTV Parkstad natuurlijk aanstaande zaterdag een fantastische avond gewenst bij de uitreiking van de Jodensteer. En als ik zie wat jij daar voor een familiaire zaken in het carnavalsleven hebt zitten, dan zeg ik, dat zit bij ons in de familie! Lieske Kone, aanstaande zaterdag 1 december ontvangt zij in het Staterhoes de Jodensteer. En voor jou was dit cartouche met dat zit bij ons in de familie, omdat zoveel familieleden van jou ook iets met carnaval te doen hebben.